En van harte goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is woensdag 20 maart 2024, Lloyd Groenewoud is mijn naam. En tot 9 uur presenteer ik u de actualiteitenprogramma via de SRS. Hopelijk bent u goed uitgerust, hebt u goede nachtrust gehad. En weer fris en monter om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw van ons geliefde Suriname. Laten we met het goede nieuws beginnen. En dat is dat hoogstwaarschijnlijk, moet ik misschien zeggen, die donkere wolken, no? Die hingen boven de medische zending, een beetje zijn opgeklaard. de directeur van de medische zending, Herman Genti, verwacht dat vandaag het werk wordt hervat. Dinsdag is er overleg geweest met de ministeries van Volksgezondheid en Financiën en Planning. Het geld voor de koopkrachtversterking van het personeel is gisteren overgemaakt op de rekening van de medische zending. En dit is ook aan de vakbond meegedeeld. Verder weet u dus dat ook speelde het vervoer van onder andere patiënten en ook personeel. Hoewel de vliegmaatschappijen nog niet zijn betaald, is afgesproken dat de MAF alvast een aanvang maakt met het uitvoeren van de spoedvluchten. De achterstallige betalingen zullen worden ingelopen. Terwijl ook aan de andere vliegmaatschappij is gevraagd de vluchten te continueren. Dit heeft dus Herman Genti medegedeeld aan Star News. Tijdens het overleg is er vastberadenheid getoond om de achterstanden zo spoedig mogelijk aan te pakken. Er wordt met urgentie gewerkt aan het inlopen van deze achterstanden om de continuïteit van de dienstverlening van de medische zending te waarborgen, zegt Volksgezondheid. Er is overeengekomen dat het ministerie van Volksgezondheid de schulden bij de medische zending zal overnemen, waardoor de organisatie financiële ademruimte krijgt en zich volledig kan richten op haar belangrijke missie om gezondheidszorg te bieden aan afgelegen gemeenschappen in Suriname. Tijdens deze bespreking zijn concrete werkafspraken gemaakt en is er een duidelijke strategie vastgesteld om de dienstverlening van de medische zending te optimaliseren. Deze afspraken en strategie zijn tot stand gekomen met inachtneming van de behoeften en belangen van alle betrokken partijen, bericht Volksgezondheid. Wat er nog speelt is dus dat bij de brandweer de zaken nog niet helemaal zijn opgelost. De brandweer legt het werk weer gedeeltelijk neer, lezen wij, ook via Star News. De brandweerbond heeft wederom het werk gedeeltelijk neergelegd. De overheid is de afspraak om haar leden uit te betalen voor de extra uren die in december zijn gedraaid niet nagekomen. De leden hebben op hun loonslip geconstateerd dat de gelden niet zijn uitbetaald en zijn dan weer massaal in beraad gegaan, deelt bondsvoorzitter Wendel Oosterwolde Star News mede. Wij als bestuur kunnen niets anders doen dan de actie overnemen. In de eerste week van maart was er een principeakkoord getekend met het ministerie van Justitie en Politie, waarin was overeengekomen dat de lonen voor de extra uren gedraaid in december worden uitbetaald. Daarvoor was de brandweer ruim een week in actie. Er werd niet uitgerukt voor grasbos en huisvuil branden. Er werd alleen nog uitgerukt voor huisbranden en om technische assistentie te verlenen. Later zijn de acties verscherpt en werd er alleen voor huisbranden uitgerukt. Ondertussen zijn de opgeschorte acties van 2 maart hervat, deelt Oosterwolde mede. Omdat de minister zich niet heeft gehouden aan het principeakkoord dat we hebben getekend, geen van de zaken die waren opgenomen in dat akkoord zijn uitgevoerd. Binnenkort komt er een algemene ledenvergadering om de herstarte acties te bekrachtigen. Dan wilt u dat ook alweer even kijken. We lezen verder dat de president in het weekend naar Guyana vertrekt voor bespreking voor wat betreft de quarantainebrug. President Santokki zal met een kleine delegatie gedurende het komend weekeind een werkbezoek van 2 dagen brengen aan Guyana, meldt het ministerie of meldt minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken. Een Guyanese delegatie is dinsdag ontvangen door het ministerie over de voorbereidingen voor de brug over de quarantainerivier. En wat er nog speelt is dat van de staatsraad. De staatsraad heeft dus voor wat betreft het overgrote deel. Het heeft te maken met zeker de oppositiepartijen en ook de vakbeweging en het bedrijfsleven. Die hebben dus dat van die verhoging van de stroomtarieven afgekeurd.
En even kijken, de heer Ronnie Asabina, die heeft ook een gesprek gehad met ABC, waarbij hij daarop is ingegaan. En we willen u zo meteen ook die quote laten horen, de reactie van de heer Asabina daarop. En even kijken, president Chandrika Prasad Santokhi, kan de aangekondigde verhoging van de stroomtarieven alsnog doorvoeren, ondanks het feit dat de staatsraad die maandag heeft afgewezen. De samenleving weet in ieder geval dat de staatsraad tegen de verhoging is, dat het bedrijfsleven en de vakbeweging ook niet ermee eens zijn, want ook zij hebben hun stem tegen de aangekondigde verhoogde tarieven al laten horen. En heel wat politieke partijen staan niet erachter. Iedereen weet dat alleen de coalitiepartijen hierachter zijn, luidt de reactie vanuit de staatsraad. We gaan even naar Ronnie Asabina luisteren. We denken ook niet dat met het besluit de meerderheid van de staatsraad over één nacht ijs is gegaan, hoor. Vooral als we kijken naar die verhoging en de impact op alle geledingen van de samenleving die het met zich mee zal brengen. Wij van het parlement, wij zijn ook een traject, hebben een traject uitgezet. We zijn bezig dat pad te bewandelen om te praten met daarvoor in aanmerking komende autoriteiten. Gisteren nog zaten wij met Staatsolie en IBS. En als we kijken naar de prijs, welke zij hun klanten in rekening brengen, dan moeten we constateren dat er heel veel te zeggen valt over de inhoud van de kostprijs. We hebben geconstateerd dat er inefficiëntie erin zit. Er zit lucht in de kostprijs. Om niet te praten van componenten die je bijna kunnen zeggen dat ze de toets der economische wetmatigheid niet doorstaan. En zo zou ik door kunnen gaan. Kijk, en ik ben ook staatsraadlid geweest. En houd mij je voor dat het advies, het besluit van de staatsraad vervat in een advies niet bindend is. Maar wanneer dat zaakje zo'n beetje goed bekeken, ik heb aangegeven dat elk staatshoofd terdege rekening moet houden met het besluit, met het advies van de staatsraad. Omdat de staatsraad een grondwettelijk instituut is. En we zien dat het een heel groot draagvlak heeft als we afgaan op de representatie, de vertegenwoordiging. Dus wij hopen, we verwachten en we vragen ook van de president dat hij het advies van de staatsraad niet legt. We hebben begrepen dat het advies is één, het is afgewezen. Want eigenlijk, wat er zou gaan gebeuren, is dat al deze zaken die de regering in termen van besluitvorming heeft vastgesteld, dat ze bij wijze van staatsbesluit gepubliceerd en moeten worden. En voordat een staatsbesluit een rechtskracht krijgt, een belangrijk onderdeel daarvan, het proces is één waarbij, laat me zeggen, de staatsraad zich daarover moet uitspreken. En we hebben gezien dat de uitspraak van de staatsraad in deze is één van een negatief oordeel. Wij vinden dat zoals de staatsraad gezegd heeft, in general, dat zaakje terug moet gaan naar de tekentafel. Omdat de regering nog bezig is. We zien dat die verhoging al is ingegaan, terwijl die processen nog op gang zijn. Het parlement is nog niet zo ver om zich uit te spreken. We zijn bezig met het traject. Deze ook morgen bijvoorbeeld praat het parlement met een EBS. En wij gaan met EBS praten over de kostprijs. Daarover hebben we nog niet gesproken. Dus de regering kan de volksvertegenwoordiging als
Hoogste College van Staat in deze niet negeren. We hebben dus er is al een voorbeeld. En in dat kader verwijzen wij naar dat, hoe heet het weer, die grondconversie. Dat er een wet grondconversie in behandeling is in DNA. En de regering, ja, die neemt het besluit om via een andere weg haar zin en te krijgen. Ja, in die zin dat dat van grondconversie bij staatsbesluit is geregeld. En daarmee zeggen wij dat wij niet werken aan een gezonde balans wanneer we het hebben over de trias politica. Ja, dat was het assembleelid Ronnie Assabina van de BEP in gesprek met Radio ABC. Dat moeten we netjes vermelden, hè? Heer Mourijan hebben we op bezoek vandaag. Rudy Mourijan, de man met wie we over van alles en nog wat kunnen praten. Heer Mourijan, hoe gaat het met u? Goed. Goedemorgen, luisteraars. Ja, het is een genoegen om u vandaag hier bij ons te hebben. Ja. We hebben wat ontwikkelingen die er spelen. En een van de zaken die dus eigenlijk al de krantenkoppen haalt vandaag is dat van die energietarieven. Ja. U zit ook in business, dus ik ben benieuwd om te weten hoe u dus hierop reageert. Wat is uw eerste reactie met betrekking tot dus die aanpassing? De regering zegt van die afbouw van die subsidies was noodzakelijk. We kunnen niet zo doorgaan om zeg maar EBS voor bijkans 4 zoveel miljard te blijven financieren, te subsidiëren. Wat is uw reactie? Kijk, laat me aan de ene kant alvast deze regering complimenteren met de durf om benzine marktconform te maken en nu ook de tarieven van de energie, van de stroom, van elektriciteit. Maar, er is een koopkracht, zodra de consument, de klant, de burger niet meer kan kopen met wat hij verdient, of de dienstverlening niet meer, ga je problemen krijgen. Al moet het, je gaat problemen krijgen. Maar het vervelende ding bij die stromenprijzen, die calculatie is, op de eerste plaats blijkt dus dat de commissie Amerali, laat me het maar zo noemen, heeft geconstateerd dat die kostprijsberekening niet goed is. Dat is één facet. Een ander ding is weer dat er verrekening plaatsvindt waarbij overheid die EBS moet betalen, verrekent met subsidiegelden. Mm-hmm. Ja, daar is er ook geen goed zicht op. Maar dan heb je ook weer, er was ook een andere commissie die het bedrijf heeft doorgelicht en geconstateerd heeft dat er zaken niet goed lopen. Kijk, eerst die dingen moet je in orde brengen om dan die kostprijs verder te berekenen en goed te berekenen. Het probleem dat we hier hebben in het land is steeds weer, en met name bij die overheid, dat kostprijsberekeningen altijd niet goed of minder goed zijn. Soms vraag je je af, probeert men niet die kostprijs hoger te maken om meer geld binnen te krijgen om andere dingen te gaan doen? Ja, natuurlijk dingen voor die overheid, misschien voor de straten maken, noem maar op, of de sociale voorzieningen. Maar je moet die kostprijs gewoon goed berekenen. En ik weet niet of het aan de mensen ligt die die kostprijsberekeningen moeten maken, dat ze dus niet kundig genoeg zijn. Ik geloof het niet. Mm-hmm. Er wordt gewoon, maar dat zie je ook bij de minder goede kleine en minder grote bedrijven. Zie je ook dat kostprijsberekeningen gewoon, koers open. Dus koop als aan te gollen. Zo gaat het niet. Je moet goede kostprijsberekeningen maken, zodat je kan competen met concurrenten en ook met het buitenland. Want zo heb je dan de beste prijs om je product aan de man, je product en je diensten aan de man te bieden. Maar hier blijkt steeds weer dat bij kostprijsberekeningen, met name bij overheidsinstellingen, dat ding, elke keer is er weer wat. Dan moet je weer een particuliere commissie installeren om dat ding weer te bekijken. Zo hoort het niet. We moeten het gewoon goed doen. Ja. En die samenleving gaat al gebukt onder heel wat dingen. Dan ga je weer komen met de prijsverhoging, terecht of onterecht, dat weten we nog niet. We zullen de komende dagen zien wat deskundigen van die kostprijs gaan zeggen. En dat men komt natuurlijk met een nieuwe kostprijs, zodat eigenlijk de burgerij weet van wat ik ga betalen. Dat is het. Als het te veel is, ga je wel problemen krijgen, geheid.
belasting, ja. Weet je, als coalitie. Mm-hmm. Dat is gewoon zo, al is het terecht, je lasting, want de mensen willen meer doen met hun geld. Ja. Is het opmerkelijk dat we zien dat de bedrijfsleven en de vakbeweging nu zich achter elkaar staan? Ja, natuurlijk. Vooral bedrijven die produceren, die gaan natuurlijk ook mm-hmm. hun kostprijs moeten aanpassen. Dat is gewoon logisch. Ja? En de burgerij, dat zei ik al eerder, als die gewend is om 100 gulden te betalen voor stroom en die 200 moet betalen, je gaat ze niet aan je zij krijgen. Mm-hmm. Weet je? Dus de regering gaat moeten praten als brugman om uit te leggen dat wat ze doen goed is. En als het bij het bedrijfsleven en bij de vakbeweging goed aankomt, want je ziet steeds weer, ik zeg het overal waar ik ga, zodra de mensen gaan staken en protesteren, als ze bij de president gaan, dan gebeurt niks meer. Wat vertelt hij ze? Wat belooft hij ze? Wat legt hij ze uit? Weet je? Of is hij zo, hoe moet ik het zeggen, ik wil niet zeggen demagogisch, ik zoek een ander woord, dat hij zo overkomt dat wat hij zegt, dat zo is. Want elke keer zie ik dat weer. Sommige mensen zeggen, het is die chow mein die je daar krijgt. Ik weet niet of dat het ook is. Maar bij mij gaat het erom. Elke keer wanneer je bij hem gaat, ja, schijnt het dus dat hij iets vertelt of iets geeft. Hou me ten goede. Dat de mensen dan zeggen, president, we gaan akkoord met je. Dus het is wachten nu. Maar ik denk dat wel men zeker iets gaat doen met de prijs. Om het weer dus... ik wil niet zeggen behapbaar, maar mm-hmm. dat het dus wordt conform wat er speelt. Dus de kostprijs berekenen en een stukje winst erop. Dat de mensen dus dat zullen moeten betalen. Je hebt no way out. Maar nogmaals, de consument, de burgerij gaat je niet die stem geven die je graag zou willen hebben. U zei aan het begin, u complimenteert de regering voor de afbouw van de subsidies. Waarom? Omdat eigenlijk dat jarenlang moest gebeuren. Mm-hmm. Maar elke regering heeft het uitgesteld omdat het niet populistisch is. Ik bedoel, je weet, als je aan de macht bent, wil je aan de macht blijven. Dus je moet geen populistische maatregelen treffen. Ik hoorde iemand zeggen van het is een gedurfde stap van een regering die 14 maanden voor de verkiezingen zo'n stap neemt. Nog erger, ik zou het, als ik in de plaats was van de president, zou ik het aan het begin hebben gedaan van mijn regering. Maar nu, en dan, ik weet niet of water nog volgt, ik denk dat mijn water gaat laten. Want als ik goed heb geluisterd naar de IMF, heeft het IMF gezegd, elektriciteit moet je dan doen. Dus mm-hmm. het lijkt alsof IMF zegt, oké, liep al water voorlopig, ja. Maar elektriciteit moet je doen. Weet je, dus natuurlijk moeten ze ook op het kompas varen van het IMF, Wereldbank, IDB, noem maar al die geweldige mm-hmm. instellingen. En je ziet dat die instellingen, dan de regering op hun manier beloond, ja. Door weer een volgende tranche toe te mm-hmm. zeggen. En gisteren of eergisteren kreeg de regering weer 22,5 miljoen van IDA, een onderafdeling van de Wereldbank of zo. Ik weet niet hoe je dat zou moeten zeggen, maar mm-hmm. het is een organisatie verbonden met de Wereldbank. Dus je ziet dat die internationale organisaties het wel geweldig vinden dat deze regering dingen doordrukt. En dat er dus weinig op straat gebeurt dat de regering kan doen laten vallen. Mm-hmm. Dus dat is het compliment dat ik wel ga geven aan de regering. Ik hoor kritische geluiden van mensen die zeggen van, ja, maar hoe zit het met die transparantie? Er wordt al jaren gevraagd om een doorlichting bijvoorbeeld van de EBS. Men wil weten van hoe zit het met de inkomsten, de uitgaven van het bedrijf. Moet het bedrijf niet efficiënter gaan functioneren? Oké, ik ga geen namen van bedrijven mm-hmm. noemen. Maar wanneer je dus moet kijken naar inkomsten, mm-hmm. dan moet je kijken, dus bij daar praat ik over alle bedrijven, ja. Overheidsbedrijven, elk bedrijf, dat die inkomsten die komen, dat ze niet minder zijn dan wat je verwacht. Dus je weet, bij sommige dingen kan men zeggen van luister, ik geef een voorbeeld, hè. Ja, ja. Als je bij de overheid zit en je wil een kleine show maken als degene die bestelt, dan kan je zeggen, dan kan je zeggen van luister, ik ga product X bij je bestellen. Ja. Ja, boek A, maar geef me C. En het kleine wat we overblijven, stop je in mijn zak, maar boek het hoog. Dus dat zijn dingen die gebeuren bij
vooral bij overheidsinstellingen, dat men zulke dingen doet. Weet je? Dus je moet kijken. Maar dat is dus aan de uitgavenzijde, je gaat uitgeven. Ja. Maar ook aan de inkomstenzijde moet je kijken of je alles krijgt. Bijvoorbeeld, zeg maar, in de houtsector. Krijg je alles wat je moet krijgen? Check, dat goed. Dat is één. Maar ook uitgaves. Heb je een grote post van representatiekosten? Omdat elke keer je met de leiding gaat eten ergens. Maakt dat ook dat het bedrijf minder winst maakt. En dat heb je bij parastatale instellingen waarschijnlijk meer. Ik moet voorzichtig zijn. Ik zei niet dat het zo is. Mm-hmm. Je hebt het waarschijnlijk meer. Waardoor de bedrijven ook geen winst maken. Maar het tweede grote punt bij de overheid en parastatale bedrijven is. Dat er mensen, te veel mensen in dienst worden genomen. Dat is het grootste heikelpunt. Waardoor je meer kosten hebt en minder winst maakt. Weet je, en je kan niet zeggen dat de mensen goed betaald worden. Want nu heb je achterstanden. Die mensen moeten meer verdienen. Zodat de koopkracht weer beter wordt. Ja. Maar als je te veel mensen in dienst neemt. Trouwens, dat heeft het IMF ook gezegd. Dat doe je die anderen die eigenlijk hard werken en misschien toegewezen zijn, doe je tekort. Ja. Dus je moet als overheid vooral en parastatale bedrijven, moet men dat voorkomen. Maar elke regering die komt, je weet hoe het toe gaat. Heb je werk voor me? Ja, ga daar, ministerie of parastataal bedrijf X. Ja. En dat moet ophouden, want anders wordt het land en vooral de overheidsbedrijven, die blijven dan ongezond. Het enige die dat goed draait is staatsolie. Mm-hmm. Weet je? Terwijl bedrijven als SWM en EBS goed zouden moeten draaien, omdat ze geen concurrentie hebben. Mm-hmm. En natuurlijk kan je daarin gaan zeggen, je gaat exorbitante hoge winsten maken, want het zijn nutsbedrijven. Mm-hmm. Maar je moet ze wel break-even kunnen draaien, dus dat de mensen dingen kunnen aanschaffen, dat er onderhoud wordt gepleegd, et cetera. Maar als je steeds mensen in dienst blijft nemen, die onnodig zijn omdat het te veel is. En ook een ander belangrijk punt is, en laatst is er een stichting opgericht. Want we zeggen dat Surinamers hiervan werken houden. Maar het blijkt dus dat we dus minder productief zijn. Mm-hmm. Dus die productiviteit van onze Surinaamse mens moet opgevoerd worden. Ja. Weet je dat sommige bedrijven nu liever Cubanen en Haitianen in dienst nemen? Klopt. Omdat men, dan is die ziek, dan menstrueert die, dan. Dus je weet niet waar je moet gaan met al die mensen. Ja, vrouwen gaan niet kwalijk nemen, want menstruatie. Ik bedoel, is een feit. Ik bedoel, men haalt het aan. Ja. Weet je, en het is soms wel hinderlijk. Ja. Weet je, dus ik was ergens. Ik ga je wat moois vertellen. Dus ergens waar ik dus de leiding gaf, kwamen die jongens ook laat of ze kwamen niet. Ja. En toen zei ik, dan, maar ik menstrueert toen. En dat zei ik in het bezig van veel dames in de bad. Natuurlijk, kijk, wat je daar zegt, als menstruatie pijnen, dan kom je ook niet aan het werk. Dat is logisch. Maar ik haal het even aan om aan te geven dat er zoveel regent. Het regent, ik kan niet komen, er worden zoveel excuses gegeven. Waardoor Surinaamse bedrijven uitkijken naar al die Venezolanen die hier komen, noem maar op. We komen straks daar weer op terug, want het is een heel belangrijke zaak die u aanhaalt. Zijn de consequenties al te overzien van deze aanpassing van die tarieven? Want ik heb een vertegenwoordiger ook al gehoord van de winkeliers. Die zag het is onvermijdelijk dat straks die prijzen de lucht ingaan. Want ook de leveranciers, de importeurs en dergelijke, die zullen hun tarieven gaan aanpassen. Waardoor ook de winkelzaken genoodzaakt zullen zijn dat te doen. Dus wederom een bezwaring voor de consument. Ja, want kijk. Iedereen die in de business is, als je dus nu produceert, importeert of diensten verleent, je gaat je prijzen aanpassen. Waarom? Omdat ook je personeel gaat zeggen, hé baas, wie verdient voor u? Dus dan moet je het ergens gaan verhalen op iets. En dat is altijd weer de consument. Weet je, dus ik hoop dat tussen vandaag en de komende de dagen, dat men beter naar die prijs gaat kijken om dan echt een goede kostprijsberekening te maken, zodat we dat zullen moeten betalen. Dat gaat natuurlijk weer ietsje hoger zijn. Of misschien juist niet als men heeft ontdekt dat bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld, ik heb begrepen dus dat de EBS, zoals het onderzocht is, veel te veel betaalt aan staatsolie voor de energie die wordt geleverd. Staatsolie blijft het ontkennen? Ja. Ja. Nou, kijk, elk bedrijf wil winst maken. Mm-hmm. En als men zegt van die olie verkoop ik, de wereldprijs van die olie is X. Ja. Dus die X
ga je moeten betalen. Dan moet de overheid als enige aandeelhouder zeggen van luister nou, ik ben aandeelhouder, zorg ervoor dat het niet x is, maar x min. Mm-hmm. Dat moet de overheid. Maar wat ik al eerder zei, ja. De overheid wil juist in deze periode zoveel geld binnenkrijgen om straks, of vanaf misschien een bepaald moment, wat populistische maatregelen te gaan treffen. Want anders is man een stemgie. Mm-hmm. Dus ik denk dus dat dat misschien ook speelt dat men dat soort dingen die ze kunnen. Ik bedoel, je kan als overheid, als enige aandeelhouder kan je zeggen, is staatsolie. Zorg ervoor dat je ze iets minder vraagt, zodat de EBS dat ding ook minder kan doorberekenen naar de consument. Maar dat moet gebeuren. Dat is dus een beslissing van de regering. Weet je? Maar dat wat ik zei, men heeft geld nodig. Weet je? Voor de komende tijden. Ja. Waarvoor, dat zal later blijken. Ja, we zouden ook even moeten bellen. Ik hoop dat het ons lukt. We hebben hem zo lang niet gesproken. De heer Alleyne. We hopen dus dat we hem aan de telefoon kunnen krijgen. Goedemorgen, heer Alleyne. U bent er? Ja. Ja, hoe gaat het met u? Goed, dat niet. Lois. Alleyne. Hoort u me goed? Hallo. Ja, ik hoor je goed. Ja, hoe gaat het met u, meneer Alleyne? Ja, het gaat redelijk. Mooi, met Britiviere stem aan. Huh? Ja, ja. Heer Alleyne, u volgt ook de actuele zaken op de voet? Ja, ik heb u net gevolgd. Meneer Mourijan. Hallo? Ja, hoort u me met meneer Mourijan? Ja. Met meneer Mourijan, ja. Ja, hij groet u. Ja. Hoe kijkt u tegen dus hetgeen, de stap die de regering nu genomen heeft met betrekking tot dat van die energietarieven? Nou, kijk, ik heb aan het begin ook gezegd en ook in de meeting die we hadden met dus de regering of met de minister van NH, heb ik ook aangegeven dat wat ze van plan zijn, en ik zei het letterlijk van de Odderena film. Want wat men wil doen, Meridian heeft het een beetje uiteengezet. Je ziet duidelijk dat men gewoon, als het ware, de opdracht van het IMF wil uitvoeren. Maar verder wil men niet luisteren naar anderen. Ik heb toen ook in die meeting, trouwens dat was een voorstel die gedaan is door een van de leden van de vakbeweging, van luister, als ik ook een verhoging wil doordrukken, meneer Alleyne, meneer Alleyne, even voor een veel langere periode. Meneer Alleyne, even hoor, we gaan u op een andere manier bellen. Ik bel u direct terug. Ja, ik ga hem terugbellen. Ik ga hem zelf terugbellen. Want via de telefoon gaat het heel lastig. Ja, heer Alleyne, u bent er weer? Ja, ik ben er weer. Ja, goed zo. Ik denk dus dat we het... Ja, ik denk dat we het zo moeten doen, want het gaat heel lastig met die telefoonverbinding. Maar u hoort me goed, toch? Ja, ik hoor u heel goed. Ja, goed, prima. Geweldig. Gaat u mag weer beginnen. Gaat uw gang. Nou, ik moet in ieder geval de luisteraars groeten. Want het is na een heel lange tijd dat ik weer bij de SRS in de ether kom. Ja. En ik wil de heer Mourijan complimenteren voor de wijze waarop hij dat in brengt. Ik ben het niet helemaal eens met hem. Waarover bent u het met hem eens? Ik ben een veel als hij van de consument. Als hij minder aandacht schenkt aan de voordelen die het bedrijfsleven moet hebben. Oh, maar dat is prima. Ja, we hoeven het niet met elkaar altijd over eens te zijn, toch? Over alle dingen. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Gaat uw gang. Maar in ieder geval heeft hij een aantal zaken naar voren gebracht waar we dus toch wel respect voor moeten hebben. De complimenten die hij dus die regering heeft gedaan. Alleen vind ik dat de wijze waarop die regering dingen probeert door te drukken, in mijn ogen niet correct zijn. En dat heb ik dus ook gezegd op de meeting die we hadden met dus de minister van RH. Wil je
zaken doordrukken omdat je vindt dat er een aanpassing moet komen, verspreid dat dan over een veel langere periode. Doe het over 24 of 36 maanden, waardoor dus de consument dat niet zo gaat voelen, maar dat in ieder geval tijdens die rit, ja, je als regering er ook voor kan zorgen dat er iets meer koopkracht komt voor die consument. Mm-hmm. Maar dat men zo goed dat ding wil doen, ja, geeft alleen maar aan dat het eigenlijk om één reden heeft, en dat is het IMF. Ja, op de meeting met het IMF heb ik ook gezien dat in feite het IMF, dat is zodanig verdedigd, ik kan me bijna niet voorstellen, ik denk van, nou, dit is gewoon een IMF-regering. En het beleid dat wordt uitgevoerd, zonder rekening te houden met de koopkracht van die consument, zonder rekening te houden met de gezondheidszorg, zonder rekening te houden met het onderwijs, ik kan het bijna niet voorstellen. Maar dat is wat er op dit moment gebeurt. En net wat Muridan zegt, als men merkt dat iedereen stil blijft, ja, niemand gaat op straat, niemand doet wat, ja, dan wordt alles maar doorgedrukt. En dat is wel jammer, omdat er goede dingen gedaan worden, maar de wijze waarop die dingen gedaan worden, zijn niet goed. Wat zijn uw verwachtingen? Krijgen we exorbitante prijsverhogingen? Want de regering zegt, het hoeft niet zodanig te zijn dat die prijzen zo drastisch verhoogd worden. De minister van Economische Zaken heeft aangegeven dus dat de controle zal worden opgevoerd. En dat er dan ook drastische maatregelen getroffen zullen worden tegen overtreders van bijvoorbeeld die winstmarges. Nou, het laatste wil ik niet geloven, omdat dat al tig keren gezegd is dat dat zal gebeuren. Maar het eerste, dat dus de prijzen niet zo absorbitant hoeven te worden, daar heeft ze gelijk in. Omdat de factor benzine of de factor energie in die prijsvorming is heus niet zo groot. Toch? Maar het voorstel dat we ooit gedaan hebben aan EZ is van, luister, maak jij een prijscalculatie, mm-hmm, van een product en publiceren. Beschikbaar wordt. Alleen voor het bedrijfsleven, mm-hmm, maar ook voor de consument. Want die factor benzine in die prijsvorming, als die benzine even omhoog gaat, is misschien 1 cent of 2 cent. Maar net wat Muridan zegt, vooral bij kleine bedrijven, daar hebben we precies een prijs gaan nog toe, daar hebben we op een maand. En dan hebben we op een maand 10%, omdat we zien op een maand 10%. Maar dat is een factor voor een prijscalculatie. En dat nou is een materie naar Sani. En dat, daar zien we het gebrek van economische zaken. Ja, die economische controle dient zo eigenlijk een onafhankelijke organisatie moeten zijn. Gesubsidieerd door die overheid, en die overheid mag er geen bemoeienis mee hebben. Dan ga je zien, als dat wordt uitbesteed aan de consumentenorganisaties, dan ga je zien dat het beter zal gaan. Maar wat er nu gebeurt, nee, daar heb ik geen goed woord voor. Ja, wat zijn uw verwachtingen nu? Nou, het is, ik bedoel, we hebben het al gezien. Je kan zeggen wat je wil. Mm-hmm. De regering doet wat zij wil. Mm-hmm. Toch? En het is altijd, nu, dat zien we toch al een hele tijd. Dus wat men ook gaat doen, als Sabina mag in het parlement schreeuwen hoeveel hij wil, het moment dat er een besluit genomen moet worden, is het besluit wat die regering wil hebben. En dat is het. De enige manier is wanneer je gaat bundelen en massaal je stem laat horen. Maar kunt u begrijpen dat, wat meneer Muridan ook aan het begin zei, dat hij beseft dat bijvoorbeeld die subsidies eens afgebouwd zouden moeten worden? Ja, ik ben het helemaal eens. Daarom zeg ik, wij hebben het voorstel gedaan. We zeggen, als jij goed toch dat je moet doen, omdat het gedaan moet worden, we zijn wat dat betreft
heel voorzichtig, mm-hmm. omdat we eerst willen weten wat is de efficiëntie van de bedrijven waarover je het hebt. Ja, met name in deze bij de EBS willen we weten hoe efficiënt functioneert de EBS, voordat we over kunnen gaan tot een goede prijscalculatie. Ja. Mm-hmm. En dien je zegt van kijk luister, toch moet ik subsidiëren en ik moet 2 miljard of 3 miljard subsidiëren, zeg ik oké, laten wij dan dat smeren over een veel langere periode, yeah. waardoor die consument een beetje op adem kan komen. Maar dat niet alleen, je krijgt dan ook de gelegenheid omdat je dus wat meer inkomsten uit andere bronnen krijgt, waardoor je in feite die consument ook steeds tegemoet kan komen om dus die koopkracht bij te houden. Weet je, dus, en ja, dat is wat ik ervan vind. Tot slot, heer Alleyne, uw organisatie heeft ook een adviserende rol richting de consumenten. Wat zou u ze in deze willen adviseren? Nou, het is vrij moeilijk hoor, om aan de mensen te zeggen wat ze zouden moeten doen op dit moment. Omdat je weet niet wat het morgen wordt. Mm-hmm. Kijk, als ik nu het advies zou geven, koop net genoeg wat je nodig hebt. Mm-hmm. En blijkt dat morgen plotseling alles gewoon teruggedraaid wordt. Toch? Ja. Ik denk dat men gewoon aan de hand van hun budget en hun mogelijkheden moet handelen op dit moment. Het is jammer, maar dat is de situatie. En nogmaals, mijn advies is, maak de economische controle dienst. Onafhankelijk, ja. Ik ben bijzonder blij dat we nu ook zelf een patiëntenplatform hebben. Laat deze organisaties ondersteund worden, zodat ze wat meer kunnen doen op een onafhankelijke, objectieve manier naar die gemeenschap toe. Ja, heel hartelijk dank, heer Alleyne. Het was een genoegen om uw stem weer na een hele poos te horen. En succes met alle goede werk waarmee u bezig bent. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel, heer Alleyne. En dat was de heer Albert Alleyne van de Consumentenkring. En heer Mourigan, moet ik zeggen dat dat gevecht met die prijzen, is het een gevecht tegen de bierkaai? Kijk. Want de regering zegt, we hebben eigenlijk die tools nog niet om dat aan te pakken. Dus de regering... Het enige wat ze tot nu toe absoluut niet hebben gedaan, dat is die koopkrachtversterking. Mm. En een aantal dingen kan je doen. Ik zei het eerder al. Hij heeft iets moois gezegd, meneer Alleyne, met betrekking tot de ECD. Kijk, er was ook een artikel verschenen, dacht ik, waarbij men zegt... De ECD, is de mensen die daar bezig zijn, het is water naar zee dragen, want toch gebeuren de dingen. En dat voorstel dat ik in de tijd had gedaan is, maak de consument tot controleur. Maak een stukje regel of wetgeving. Dan zijn de prijzen binnen 2 maanden, zoals het is doorgegeven aan ESOTI. Mm-hmm. Weet je, dat zie je, alle prijzen. Dus kijk, als de importeur of de producent zijn factuur opmaakt en direct daar die 25% erop doet, mm-hmm. weet je, zodat de winkelier kan zien van deze koffie, kost 100, maar ik mag 25% winst erop doen, dus 125 een fles. Dat hoeft de man niet eens te berekenen. Dat is er, want er zijn afspraken met het ministerie wat de winkelier mag vragen. En dat was 25%, ze wilden meer of minder, ik weet niet wat er is gebeurd, maar de regering zegt het is te veel, mm-hmm. had ik ook gehoord. Dus ik weet niet of er daarin al verandering is gekomen. Maar dan kan de winkelier niet meer zeggen van luister, ik wist niet dat de prijs was. De man berekent het door voor je, dus je hoeft niet eens te kijken op die website van het ministerie. Ja. De verkoper, de leverancier, heeft het al voor je gezet op je factuur. Mm-hmm. Verkoop dat, want je betaalt dan 25% minder. Weet je, dus je betaalt dan minder, omdat je dus de prijs die daarop staat, ja, voor dat moet je het verkopen, dus je moet voor minder kunnen, je hebt het dan voor minder gekocht. Dus dan weet je alvast dat die mensen niet kunnen zeggen, ja, ik kwam fout naar een berekening of niet. Nee, het staat al daar. Weet je?
En wil je controleren of alles goed gaat, dan zou je eigenlijk als overheid, en dan praat ik daar even over die BTW, ja, dat de mensen kassaregisters moeten hebben, die eigenlijk gelijk elke dag wanneer je erop drukt, de inkomsten, noem maar op, dat je direct die BTW kan zien, en dat ziet de Belastingdienst dat ook. Dus al die dingen die je invoert, kan maken dus dat je goede prijzen krijgt. Maar, ja, net als, ik weet niet waar ik was, zei men, nee, vanmorgen op de radio hoorde ik, er was dus een lezing van de heer Girdari, en daar werd aangegeven dat je dus als partij, wanneer je sponsoren krijgt en je maakt je jaarlijkse jaarrekening op, ja, zien ze die sponsoren niet. Maar er worden vlaggen gekocht, er wordt dat gekocht, er wordt dit gekocht. Dus je moet die mensen die de partij financieel ondersteunen, moet je eigenlijk weer gaan faciliteren. Wanneer mag komen. Dus wanneer dat ook importeurs zijn, ja, dan is het moeilijk om te zeggen, kijk een beetje, je prijs is te hoog. Okay. Het wordt moeilijk, want die man zegt, maar ik heb zoveel gestort voor je in de kas voor de verkiezingen. Yeah. Dus dat soort dingen spelen ook. Maar die simpele dingen, en dat vind ik heel jammer, want parlementariërs hebben het gehad, dat voorstel. Ik was zelf hier bij jullie met Dijksteen. Ja, ja. De president heeft het gehad, hemzelf tijdens de nationale dialoog. Tripartiet heeft het gehad. Tripartiet over. Meneer Schalkwijk heeft het gehad. Weet je, dus. En waar is het in de lade verdwenen? Niemand praat erover. Terwijl dat toch het meest effectieve is. Weet je, dan heb je direct die prijzen worden direct geneutraliseerd. Of althans, de prijzen worden in de winkels, in de schappen worden ze aangegeven. Zoals het is doorgegeven aan het ministerie van Economische Zaken. Maar als men dat niet doet, dan gaan we dit hebben, ja. Ja. Weet je, want sommige winkeliers gaan wel lager met hun winst. Omdat ze willen competen met die andere winkel die in de buurt is. Mm-hmm. Weet je? Ja. En vooral dingen die snel gaan, daar gaat men de prijs opvoeren. Ja. Want dat gaat suiker, dat soort dingen. Daar men wel graag de prijs iets hoger houden. Maar die andere dingen, wil je competen met andere winkeliers, zou je het misschien lager houden dan de winst die je moet maken. Dus er zijn zoveel dingen. Natuurlijk ook in de sociale paragraaf moet de overheid bekijken. Want laatst was ik ook op een meeting. Alleen in Suriname krijgen bijna 200.000 mensen sociale ondersteuning. En die 200.000 mensen, de helft hoeft die ondersteuning niet te krijgen. Waardoor eigenlijk die mensen die dat werkelijk nodig hebben, meer zouden kunnen krijgen. En daadwerkelijk een beetje beter met hun inkomsten overweg zouden kunnen gaan. Zo'n goede databasis dus van belang. Ja, ik heb begrepen dat na juni, er was een commissie daar, die moest kijken van wie die voorzieningen zou moeten krijgen. Maar toen moest die commissie weg en toen is het tweemaal geworden. Hoe kan het binnen zoveel tijd dat er zoveel mensen erbij zijn gekomen? Je moet de mensen die behoeftig zijn, die arme mensen, die moet je werkelijk hebben. En met meer moet je ze helpen. Ja. Weet je? Dus die anderen die erbij zijn, die hoeven dat niet te krijgen. Ze hebben misschien een geweldig pensioen en noem maar op. Weet je? Dus help echt die arme man en vrouw. Help die. En vooral de mensen dus die gehandicapt, of we zeggen tegenwoordig niet meer gehandicapt, mensen met een beperking. Help die echt. Maar het is geconstateerd al in Suriname. Maar als een bleelid van de VAP, die heeft het ook gezegd van Samson, van de regering zou eerst dat gedeelte moeten aanpakken om precies te weten hoeveel mensen precies in aanmerking zouden moeten komen voor die sociale steun. Ja. Vandaar dus dat het sociaal programma niet loopt. Ja, dus ja. Dus dat zijn de dingen. Dus, maar ja, er is zoveel fout gegaan de afgelopen zoveel jaren. Ik zou niet zeggen vanaf de onafhankelijkheid. Maar een hele tijd geleden. Die Mercedes-Benz goed tegen sociale steun. Die periode heb ik ook gekend. Ja, klopt. Wordt het nu geen tijd om nou echt te gaan werken aan dat van die eigen productie, heer Moridjan? Om dit probleem van die prijzen ook eens de kop in te drukken, want ja, die minister zegt, oké, wie die dure koffie wil kopen, die gaat er maar voor moeten betalen. Maar waarom worden er 1000 flessen pindakaas geïmporteerd? 1000 flessen jam, terwijl we hier die pindakaas zelf kunnen produceren. Ja, dus dat is weer een ander aspect in onze samenleving. Wanneer de producent, kijk, we hebben bijvoorbeeld CIC, we hebben bijvoorbeeld VSH Foods. Ja.
weet je hoe moeilijk het is om te exporteren. Waarom? Omdat onze kleinschaligheid, wanneer wij 1000 flessen Shell moeten maken en Unilever kan 100.000 in één keer maken, dan is de kostprijs van hun lager. Dus dat product gaat sneller van de toonbank. Mm-hmm. Dus we proberen, ik heb respect bijvoorbeeld voor dat soort bedrijven, dat ze alle moeite doen om alvast in de CARICOM, omdat je dus daar wat voordelen hebt, dat je daar je producten kan afzetten. Mm-hmm. Dus ik zeg het elke keer weer, wat wij moeten doen is houteindproducten. Ik heb daarover ook een stuk geschreven en de mensen vonden dat dat idee om dat te doen veel beter dan andere dingen die je moet doen. Want waarom hout hebben we? Alle soorten hout hebben we. Als we dat kunnen met partnerschappen van de mensen die afzetgebieden hebben, want daar gaat het om. Ja. Wanneer je produceert, wanneer je bijvoorbeeld, ik zeg maar, sham wil maken, maar je hebt geen afzetgebieden, maar je kan bijvoorbeeld 1000 flessen per dag maken. Als je die afzetgebieden niet hebt, daar heb je van die model geproduceerd. En hoe krijg je afzetgebieden? Of je een goede prijs goeie moet prijs, hebben. En hoe kan je een goede prijs hebben? Ten eerste hier in Suriname zie je dat de mensen werken van 8 tot 5. Productiebedrijven, fabrieken, moeten eenmaal 24 uur werken. Mensen hebben rust nodig. Die moeten naar huis en dan moet een andere ploeg in dienst komen. Kijk hoe die multinationals werken. Ze werken toch eenmaal 24 uur. Dan is jouw product nog goedkoper. Ja. Machines, die kunnen eenmaal 24 uur werken. En af en toe moet je stoppen, zoals bij Staatsolie. Weet je, dan ga je heel wat renovaties doen. Weet je, dingen repareren, noem maar op. En zo. Mm-hmm. Maar machines moet je eenmaal 24 uur laten draaien. En daarom moet je goede. Je moet weten waar die break-even ligt. Want misschien als je een te grote machine koopt, mm-hmm, en de productie kan je niet afzetten, dan moet je het doen met iets kleiner. Dus daarom zei ik ondernemers, vooral in de kleine en middelgrote ondernemers, soms moeten die ook een beetje scholing krijgen. Weet je, hoe breken je kostprijs? Hoe kan ik ervoor zorgen dat wanneer ik machines aanschaf, dat ik break-even kan werken? Weet je, dat de prijs scherpe prijs wordt. Ja. Dus dat soort dingen moeten we gaan doen. Maar we werken hier niet zo. We werken dus. Voor de kokosnoot, maar zeer kokosnoot. Niet als dat nego zo. Dus, en dat is het probleem. Maar die kleinschaligheid, hoe je draait of keert, dat gaat ons. Ja, waarbij. Dus de mensen proberen hoor. Ik heb mijn petje af voor iedereen die probeert te produceren en te exporteren. Maar is geweldig. Maar er zijn barrières dus. Dat zijn de barrières. Weet je, een beetje scholing ook. Dat gezegd hebben, dan komen we op dat van die werkers, die krachten die, waarvan we merken dat er meer buitenlanders aan bod komen. Hoe gaan we dat probleem aanpakken? Want we zitten voor belangrijke ontwikkelingen en als we die krachten niet hebben, zullen die mensen het moeten doen met die geïmporteerde krachten, heer Mourian. Ja, ik vind het jammer dat we al een beetje know-how hebben als het gaat om de olieproductie. Mm-hmm. Maar onze mensen, ondanks dat Staatsolie de mensen goed betaalt, beter dan andere bedrijven, krijgen ze in het buitenland nog meer, waardoor ze toch vertrekken. Dus dat is weer een ander probleem. Maar je kan niet zomaar gaan zeggen, bij Staatsolie we geven de mensen meer. Want dan ga je straks problemen krijgen met andere bedrijven, waar de mensen misschien niet eens de helft krijgen van wat de mensen van Staatsolie krijgen. Dus wat was je vraag ook alweer? Over dat we straks moeten doen met meer geïmporteerde kosten. Dus, Ik heb me altijd al jarenlang afgevraagd, hoe komt het dat onze productiviteit laag is? Ligt het aan voeding? Moeten we misschien anders eten? Ligt het aan, want sommige mensen praten over slavernij. Die slachtoffersrol moeten we loslaten, moeten we gewoon aanpakken. Kijk, wat is gebeurd, weet je? Dus de mensen, onze familieleden die steeds die euro's overmaken. Ja, ik wil niet zeggen ze moeten stoppen, anders dan maar ook keer. Ik moet het straks vast doen, joh. Weet je? Dus er zijn een aantal dingen, we moeten echt aanpakken. Er moet ook eenheid komen, want wat is het verschil? Als de oppositie-coalitie wordt, of de coalitie-oppositie wordt, is het altijd van de ene kant zegt, de regering doet nooit wat goed. Mm-hmm. En weet je, dus we moeten ook samen kijken hoe we de mensen kunnen. We moeten misschien massamediastrategen en psychologen vragen van hoe kunnen we de mensen productiever maken. Okay. Als we dat doen, dan hebben we een geweldige toekomst. Als we 2 maal of 1,5 maal harder werken dan nu, weet je hoeveel productie er tot stand kan komen. Maar die productiviteit moet je op voorhand moeten gaan onderzoeken. Deskundigen moeten gaan onderzoeken hoe het komt dat de productiviteit van onze eigen mensen af is genomen. En dan kan je verder, weet je, want kijk, hoe moet ik het zeggen? We zijn een klein land en we zijn
echt niet zo arm als bepaalde landen. Mm. Weet je, we verkeren nu wel in een vervelende situatie waarbij de koopkracht danig is afgenomen. Ja. Maar weet of voor moet je ook aanpakken, werken. Ja. Weet je, dus moet er nu ook iets gaan gebeuren met ons onderwijs? Ja, dus verleden toen de minister zei, we moeten langer, de onderwijskrachten moeten langer werken. Was dat een probleem? Dan heb je kroet, kroet, ook. Ik weet niet hoe het in het buitenland zit, maar kijk, onderwijsgevende, wanneer ze klaar zijn met de klas, hebben ze thuis ook wat werk. Ja. Maar iemand zei, tijdens de les zitten ze die blaadjes te corrigeren, zei iemand wel eens. Ja. Dus ik weet niet wat waar is, maar bij mij gaat het erom, je moet mensen hebben in dit land, die iedereen moet aanmoedigen om te werken. Ja. En natuurlijk moet ons onderwijssysteem afgestemd zijn op de dingen die we willen gaan doen. Bijvoorbeeld, we gaan in oil and gas. Ja. Dus we moeten dan kundige mensen in die sector hebben. Maar ook toerisme en landbouw. Ja. Ik zeg het altijd weer, als je geen moderne landbouwmachines... Als je kijkt naar... verleden keek ik naar een film over Oekraïne. Ja. Als je ziet wat voor landbouwtuig men daar heeft... Het is geweldig. En gisteravond nog, nationaal, hebben ze vanwege kunstmatige intelligentie en een robot en computerkennis die men daar beschikt, heeft men een robot ontwikkeld die onkruid kan weghalen in een veld met waar uien wordt geplant. En men pakt die uien niet, men pakt onkruid. Dus je hebt minder mensen nodig. Weet je, dus je moet modern, we moeten professioneel en modern te werk gaan. Die mensen gaan niet met chap en houwer meer werken. Die kinderen willen niet meer overnemen van wat papa, hoe papa het deed. Ja toch? Weet je, dus je moet kijken, je moet ook kijken. Tegenwoordig wil men ook minder pesticiden en insecticiden hebben in de landbouw. Ja. Dus al die dingen moet je aanpakken. Maar het moet op de universiteit gebeuren. Men moet ook, zeg maar, vroeger had je elk jaar, hoe noem je het weer... een soort onderwijsbeurs, dan kan men kijken van welke richting kan ik opgaan als ik verder wil gaan. Misschien moet men het 2 of 3 keer in het jaar doen zodat, en focussen op de dingen die voor ons van belang zijn. Toerisme is heel belangrijk, omdat we andersoortig hebben. We geen strandtoerisme, maar we hebben wel ecotourisme. Ja. Dat is natuurlijk niet een populaire tak van toerisme. Maar de weinige mensen die hier krijgen, vooral als men hoort dat we carbon negatief zijn en misschien 1 of 2, 3 landen, maar dan wil men kijken wat verstaan ze hier onder carbon negatief. Weet je, en ik zei het een keer, het kwam lachwekkend over, maar je weet, in het buitenland, vooral de blanken, die onderzoeken goed, bijvoorbeeld die mevrouw die met apen is gaan wonen, die heeft gezien hoe die aap bezig is. Weet je, misschien moeten we ook iemand hebben die gaat kijken hoe die buffel bezig is, zodat je misschien een koets kan maken met 8 buffels, zodat je die mensen naar het binnenland... is een toeristisch product. Als je dus... Het is lachwekkend wat ik zeg, maar die mensen houden ervan om studie te verrichten op hoe dieren werken. Ja. Dus als je die buffels zo ver kan krijgen, dat je met een koets vanaf een bepaald punt, want dan mogen er geen auto's daar, want die auto's gaan luchtvervuiling. Ja. Zo trek je toeristen aan. Ook simpel. Probeer hier op Sanderij al die vliegtuigen die moeten bijtanken of wat dan ook. Als er mensen zijn, draai op dat moment een mooi filmpje over Suriname. Mm-hmm. Laat de mensen een mopesa proeven hoe lekker het is, maar ze mogen maar 1 fles kopen. Ja. Weer meerdere moet je komen in Suriname. Weet je, dat soort dingen. En ook het feit dat we als enige luchthaven in het bos, dat je ook geweldig zuurstof daar hebt. Laat ze daar buiten komen en lekker adem heen. Diep in, want in de mystiek, als je gewoon diep in ademt, is het altijd prettig. Omdat bedorven lucht onderaan in die longen kwijtkomt. Dus dat bevorder je toerisme op een heel goedkope manier. Waar die mensen zeggen, dat moet gewoon als een lang, want kijk, de enige luchthaven in het bos op de wereld, weet je, om het zo te zeggen. Mopesap, heerlijk, weet je. Dat filmpje geeft aan waar onze ecologische plekken zijn, om het maar zo te noemen. Zo bevorder je toerisme. Maar wanneer je wil exporteren nu, moet je denken aan bosproducten, medicinale planten. Professor Mans heeft het verleden gezegd, miljarden kunnen we verdienen. We moeten het aanpakken, iemand moet. En dat is ook toch, ik zeg soms, we hebben geen koopkracht, maar we hebben het goed, want... Wie pakt dat aan? Er is een miljardenindustrie. Als het gaat, ik wil niet zeggen, ik wil niet discrimineren, maar nou een wit man, dan mogen we pakken ze aan direct aan. Ik moet niet dat verdienen. Ja. Weet je, pak dat aan. Want dat soort dingen kan je makkelijk exporteren, omdat je geen concurrentie hebt. Klopt. We hebben daarmee direct een gedeelte van waarop ik zou komen tot besluit. We hebben nog een minuut of 2.
over dat van local content. Hoe kijkt u ernaar, heer Mourigan? Ja, dus ik ben blij met de laatste ontwikkelingen. Uh-huh. Total Energies heeft natuurlijk bedrijven gevraagd van kom luisteren hoe je diensten en hoe je diensten kan verlenen en hoe je met ons kan samenwerken. Uh-huh. Dus ik vind dus dat niet alleen bij oil en gas, ook al die anderen die we doen, dat we dus moeten kijken, want de wereld begint zich te certificeren, verschillende dingen. Mm-hmm. Zelfs die stellages die je moet maken, weet je, om gecertificeerd worden. De persoon die daar dat gaat vastzetten, moet gecertificeerd worden. Ja. Dus al dat soort dingen, we moeten die certificatie goed aanpakken, weet je, waardoor we meer aan local content kunnen doen en we moeten partnerschappen afsluiten. Mm-hmm. Ik ken bijvoorbeeld een bedrijf hier, kijk, eieren kunnen we produceren, maar als het één bedorven ei met die helikopter naar het boordplatform gaat en een topper daar wordt ziek en moet terugkomen en 2 weken en weet je, misschien 10.000-20.000 Amerikaanse dollars verliezen ze. Dus die mannen willen zekerheid hebben. Dus dat bedrijf heeft met een buitenlands bedrijf een partnerschap afgesloten. Ik pak die eieren van jou en die Surinaamse eieren blijven weer liggen. Dus het zijn van die dingen die we de mensen moeten leren. Ook zelfs het taxibedrijf moet kunnen weten van als ik iemand van Total Energy moet gaan halen om te brengen naar het platform waarbij ze gaan vertrekken met een helikopter. Als er een bandlekkage is, hoe doe je? Weet je, dus dan moet je dat kunnen beschrijven. Dus dat zijn al die dingen. Dus ik vraag ook de kleine en middelgrote ondernemers om die dingen te gaan onderzoeken. Zodat je mee kan dingen met de nieuwe ontwikkelingen. Anders gaat met buitenlanders pakken. Als je die hebt, partnerschap. Yes. Met iemand. Heel hartelijk dank, heer Rudy Mourigan. Het was weer een genoegen om met u te mogen praten in deze aflevering van de Koffiepraat. De man die op social media heel actief is en natuurlijk ook zijn mening geeft. Ongezouten. En we kennen hem niet anders. Heer Mourigan, heel hartelijk dank en een hele succesvolle dag. Ja, luisteraars, ook een fijne dag. Dankjewel. Nou, hiermee hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van de Koffiepraat. Voor een nieuwe aflevering zijn we morgen bij u terug. We gaan zo meteen even piepen bij RVM. Of we daar met de ministers kunnen praten. Misschien ook met de vice-president. En dan hoort u dat in onze nieuwsuitzendingen. Een hele goede dag verder. Dag.